Fermacel vloerelementen vormen een zeer goede oplossing om zowel houten als betonvloeren in oude woningen en in nieuwbouw te verbeteren. Ook in kantoren, scholen en hotels bieden Fermacel vloerelementen de ideale oplossing. Fermacel vloerelementen bieden in combinatie met minerale wol of houtvezel uitstekende contact-lucht-geluidsisolatie. Tevens zijn er vloerelementen die zorgen voor een uitstekende thermische isolatie. Door het geringe gewicht geven de vloerelementen geen problemen voor de draagconstructie. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassing op bestaande houten vloeren. Scheve vloeren worden eenvoudig geëgaliseerd met de Fermacel egalisatiekorrels en Fermacel vloerelementen. Fermacel vloerelementen zijn uitermate geschikt om toe te passen in combinatie met vloerverwarming. De snelle en gemakkelijke verwerking van Fermacel vloerelementen tonen we aan met het volgende voorbeeld. Bij de montage maken we gebruik van eenvoudige gereedschappen. Fermacel levert een compleet assortiment aan toebehoren. Controleer of de vloer vlak en draagkrachtig is. Schroef de losse vloerdelen vast. Indien nodig kan nu worden geëgaliseerd. Eerst wordt de hoogte ten opzichte van de pijlmaat bepaald. Leg gewapend papier met een overlap van zeker 10 centimeter op de vloer. Tussen de dammen worden korrels gestrooid. Hou een minimale hoogte van 10 mm en een maximale hoogte van 60 mm aan. De korrels hoeven niet verder te worden verdicht. De vloerelementen kunnen worden geplaatst. Start bij de deuropening of in de verste hoek. In dit laatste geval maken we gebruik van loopeilanden. Voor de eerste plaat in de hoek worden aan twee zijden de liplassen afgezaagd. Voor de volgende elementen van de eerste rij wordt de lengte liplas afgezaagd. De Fermacel wandisolatiestroken dienen voor ontkoppeling. De vloerelementen worden gelijmd met de Fermacel vloerelementen montagelijm. Hiermee worden automatisch twee lijmstrengen op de juiste plaats aangebracht. Eén fles is goed voor 25 vierkante meter. De elementen worden in slepend verband gelegd. Zorg ervoor dat ze binnen 10 minuten na het lijmen geschroefd worden met Fermacel snelbouwschroeven. Ook kunnen ze worden geniet met de aanbevolen nieten. Bij ruimtes langer dan 20 meter dient een dilatatievoeg te worden aangebracht. Uitgedroogde lijmresten worden afgestoken met een afsteekmes. Afhankelijk van het type vloerafwerking worden naden en schroeven of nieten afgevoegd. Indien er naderhand een dunne afwerking over de vloer komt, marmoleum, linoleum, vinyl, dient de vloer eerst te worden afgewerkt met een dunne egalisatielaag. In natte ruimtes maken we gebruik van kimband in de hoeken en van een waterdichte coating over het hele vloeroppervlak. Wanneer er verhoogde eisen gelden voor geluidsisolatie, kan gebruik gemaakt worden van het honingraadsysteem. De elementen worden gevuld met honingraadkorrels. Nu kunnen de vloerelementen worden gelegd. Of, als dat nodig is, wordt eerst geëgaliseerd.